mode. Veel mensen hebben er iets mee, maar er zijn er ook bij die er niks mee hebben. Maar wat is mode nou eigenlijk? Wij zoeken het uit. Kleren, ook haarstijlen. Ja, dat je eigenlijk de trends volgt die van de kleding die mensen nou dragen. Mode heeft verschillende soorten vormen en zo. Of het mij staat. En zou je zeggen dat jij modieus bent? Hou je je ermee bezig? Ja, ik hou me er wel mee bezig. Nee. Ja, gaat automatisch denk ik wel op social media toch? En waarom niet? Ik heb wel drip en zo, maar die mode is daar niet. Is niet daar. Verder hou ik me er niet echt mee bezig. Ik doe me niet specifiek aanpassen op wat er nu aan de hand is met mode. Maar niet echt zodat ik denk van nee. Dus als je een ochtendje aankleedt, wat doe je dan? Wat denk je aan? Gewoon in de kast kijken wat ik leuk vind en dan aandoen. Ik leg alles neer wat ik leuk vind en dan ga ik gewoon een beetje kijken wat ik wil. En wat bij elkaar past en zo. Wat is het leukste kledingitem dat je in je kast hebt zitten? Ik denk jurkjes. Een jurkje? Ja. Mijn favoriete allerlangste jurk. Oh, leuk. Dat is lekker roze met bloemetjes, dat maakt mij heel vrolijk. Nou, iedereen heeft zijn eigen stijl, toch? Dus. Toevallig zijn we hier bij het project Second Skin. Eens even kijken wat ze hier allemaal van plan zijn. Mijn naam is Paul Cornelissen, ik ben projectleider, artistiek leider van Forward. Een project waar 11 Tilburgse en landelijke organisaties elkaar hebben beloofd en Tilburg Noord hebben beloofd om jongeren in contact te brengen met cultuur en om jongeren zelf aan het stuur te laten zijn van een hele hoopvolle toekomstgerichte ontwikkeling die in Tilburg Noord echt het verschil gaat maken. Mijn rol is om die 11 organisaties met elkaar goed te laten samenwerken. En om een aantal simpele dingen zoals ruimtes te realiseren. En ik ben heel blij dat we vandaag al zien dat er heel veel verschillende mensen van verschillende organisaties zijn. Dat er ook jongeren al bij betrokken zijn. Een project waar 11 Tilburgse en landelijke organisaties elkaar hebben beloofd en Tilburg Noord hebben beloofd om jongeren in contact te brengen met cultuur. En om jongeren zelf aan het stuur te laten zijn van een hele hoopvolle toekomstgerichte ontwikkeling. Forward, dat is gewoon een beweging. Het is geen organisatie, nee, het is een beweging in Tilburg Noord die ervoor moet zorgen dat jongeren aan de bak komen, dat de ondermijning teruggebracht wordt, criminaliteit minder wordt en het perspectief op de toekomst beter wordt. En dat doen we onder andere vanuit deze plek. Dit wordt een ontwerpwinkel, zou ik maar zeggen, een studio, een werkplaats waar Fashion Clash met mode aan de gang gaat, maar waar ook andere jongeren aan de gang gaan met ontwerpen voor het stadsdeel. Dus echt fysieke ontwerpen ook, gebouwtjes maken, bedenken. En ook bouwen, letterlijk bouwen. Nou ja, we zijn sowieso gewend om met de doelgroep te werken, met jongeren te werken. Het sluit aan omdat ze eigenlijk datgene wat ze in de theorie leren, in de praktijk gaan brengen. En het mooie is dat je ook met jongeren, door jongeren gaat werken. Het is een project waarmee we bezig willen zijn met mode. In de breedste zin van het woord. Wij willen mensen niet opleggen of opdragen, dit is mode of dit is wat wij vinden. Wij mode gebruiken als een middel om bijvoorbeeld dialoog te organiseren, om mensen te leren kennen. Het stukje fashion is natuurlijk ook een stukje mogelijkheid tot communicatie. Dit project is natuurlijk de ultieme kans om het ook echt toe te gaan passen. En het sterke is dat je ook met jongeren gaat werken in de wijk. Dus het is een heel mooi sociaal project. Wij moeten kleding dragen, sowieso omdat we ons moeten beschermen tegen de kou, anders overleven we niet. Maar ook omdat we mogen niet naakt buiten rondlopen. Dus mode is eigenlijk onbewust een heel belangrijk ding in ons leven, want ja, het is er en we dragen allemaal kleding. Dus eigenlijk gaat het meer om identiteit. Het kan met kleding te maken hebben, maar ook met sieraden, met haar, met beauty. En dan is het niet de bedoeling dat dat het doel wordt, maar dat we dat eigenlijk gebruiken om mensen te leren kennen, elkaar te leren kennen. Om mensen een kans te geven die dat interessant vinden om daar iets mee te willen doen.
of iemand die geen idee heeft of je daar iets mee wil doen, maar in ieder geval wil proberen. Ik denk dat wij als team van de School van Mode ook goede bijdrage kunnen leveren aan het totale concept van Forward. Wat ik voor me zie is dat jongeren zelf inderdaad een eigen product hebben, een atelier, een open atelier, waar allerlei vormen van kunst bij elkaar komen. En dat ze zelf de ideeën aandragen, waardoor ook het enthousiasme blijft leven. Dat lijkt me heel gaaf, dat je zegt, nou jullie doen het is jullie ding. En wij staan aan de zijlijn en we gaan jullie bewonderen en jullie doen het. En dan kunnen ze ook trots zijn. Ik ben erg benieuwd wat dit project gaat brengen. Ik ben in ieder geval geïnspireerd om te shoppen.